uit en we bedanken de Bos Bloemen erbij. Er zit een microfoon in de hoofdkomen bij en heel helder wel. Alsjeblieft. Ja? Ik zou zeggen, ja, ik weet niet aan wie je me zou geven, of aan je vriendin of aan ja. Moeders, maar dat komt nog een vriendin en nog een oorkomst erbij. Proficiat. Nou, dat is een hele mooie bos bloemen. Daar mag ik niet van zeggen aan wie die je zou geven, maar dat weet jij volgens mij een heel erg goede bestemming. Ja, dat klopt. Ja? Proficiat. Bos bloemen. En volgens mij krijg je daar, geef je daar een heel mooie bestemming aan. Ja? Oké, bedankt. Voor jou de bosbloemen, ook daar neem ik aan dat je er wel plek mee hebt. Proficiat. Een heel hartelijk applaus voor... Alsjeblieft. En nogmaals. Neem die ook mee, hè? Alsjeblieft. Ja, dank je. Goed. Dan kom ik aan... Kijk, bos bloemen. Is wel nat. En nou zal ik in ieder geval even laten zien. In ieder geval, een mooi horloge. Vanuit van de gemeente door de onderwijzers, zei jij altijd tijd zat. En je bent nooit te laat thuis. Hans, bedankt namens de gemeenschap. Alsjeblieft. Twee weken geleden op een zaterdagmiddag rond 3:30 werden we opgeroepen voor een baby in de auto. En aangezien wij een paar automonteurs hebben, die had hem open kunnen maken zonder dat er iets gebeurde met de auto. Dus dat vonden wij wel fijn. Ook voor de moeder.